Dzień dobry, nazywam się Mateusz Hanslik, mam 36 lat, jestem lekarzem ortopedą z Polski. Mamy troje dzieci. Ja spędziłem w domu 7 miesięcy z dziećmi. Czy lubisz, jak tata jest w domu? Lubię. A dlaczego? Bo jeździmy na nartach, bo robimy nasze śniadanie i obiad. Urlop rodzicielski powinien być w równym stopniu wykorzystany przez matki i ojców. Dzięki temu każdy ojciec zobaczy, jak wygląda normalne życie w domu, jak wygląda taki zwykły dzień, a młode mamy szybciej wrócą do pracy, nie stracą czasu w swojej karierze zawodowej. Ik ben Jannik Wakenaat en ik werk als Human Resource Manager voor een onderzoeks- en adviesbureau in Rotterdam. Mijn moeder is 82 jaar en 6 jaar geleden kreeg zij een herseninfarct, waardoor zij vasculaire dementie heeft gekregen en opgenomen moest worden in het verpleeghuis. Gelukkig kan ik de zorgtaken voor mijn moeder combineren met mijn drukke baan. En dat komt door de goede zorg in het verpleeghuis en dat komt ook door de flexibele werktijden die mijn werkgever mij biedt. Gemiddeld bezoek ik mijn moeder 3 keer per week en ik help de zusters met het eten geven van mijn moeder. En daarnaast gaan we wel eens buiten wandelen, want ze zit in een rolstoel. Mensen worden ouder en ik zie ook in mijn omgeving dat steeds meer mensen zorg nodig hebben. En daarom denk ik dat flexibiliteit belangrijker wordt, zodat zorg en werk gecombineerd kan worden. Salve, sono Ginza Fefè, faccio parte del gruppo Fefè. Noi abbiamo un'attività con diversi addetti, quasi 100. Facciamo diverse attività e lavoriamo per una grande ditta dell'imbottito, di cui fa parte anche l'imbottitura delle auto di lusso. Crediamo che l'orario flessibile per i nostri dipendenti sia fondamentale per conciliare il lavoro e la vita familiare. Offrendo orario di flessibilità ai nostri dipendenti, abbiamo riscontrato una più partecipazione e responsabilità nel nostro lavoro. Quando nel 2016 ci ha colpito duramente il terremoto, le scuole qui in zona hanno chiuso tutte. Allora ci è venuta questa idea praticamente di aprire un dopo scuola, in modo che i nostri dipendenti sapevano dove portare i loro figli. La grande disponibilità dei nostri dipendenti ci ha permesso di rimanere un'eccellenza anche nei momenti di crisi.